I said, hey, cool cat, better watch your step. I'm gonna change my style, I'm gonna get a little wild. I'm a boogie dog, I boogie dog, baby, I'm a boogie dog. I'm a boogie dog, baby, I'm a boogie dog, baby, I feel so doggone fine. When I get a blues, I keep on losing, see my file, I really love the style. I'm a boogie dog, I boogie dog, baby, I'm a boogie dog. I boogie dog, baby, I'm a boogie dog, baby, I feel so doggone fine. Baby, gonna change my style. Look at mama, this could get a little wild. I'm a boogie dog, I boogie dog, baby, I'm a boogie dog. I boogie dog, baby, I'm a boogie dog, baby, I feel so doggone fine. Keep on time. I'm a boogie dog, boogie dog, boogie dog, baby. I'm a boogie dog, boogie dog, boogie dog, baby. I'm a boogie dog, a boogie dog, baby. I'm a boogie dog, a boogie dog, baby. I'm a boogie dog, baby. I feel so doggone fine. One more time. I'm a boogie dog, boogie dog, boogie dog, baby. I'm a boogie dog, boogie dog, boogie dog, baby. I'm a boogie dog, a boogie dog, baby. I'm a boogie dog, a boogie dog, baby. I'm a boogie dog, baby. I feel so doggone fine. I'm a boogie dog, baby, I feel so doggone fine. I'm a boogie dog, baby, I feel so doggone fine, yeah. Nog meer van deze heerlijke muziek van hun horen vanavond. Welkom bij Baby Chara, nummer 2 van deze festivalreeks. Vanavond besteden we aandacht aan bijzondere buurtinitiatieven die meedoen op het Indische Buurtfestival op 4 september. En dan hebben we natuurlijk op het einde nog de Mystery Guest, een BN'er met wereldfaam, dus zeker de moeite waard om te komen. Maar tussendoor, tussen de muzikale acts door, hebben we natuurlijk een hele speciale DJ. DJ Rhythm Jeff, zeg ik dat goed zo? Jazeker. Hoe ben je zo bij de Indische Buurtfestival terechtgekomen om daar zo voor te gaan draaien? Want je hebt een rondje Nederland gemaakt, heb ik begrepen. Ja, ik ben hier in februari komen wonen. Dus ik dacht, nou eens kijken wat er hier, waar het hier bruist. En dan kom je via vrij snel in dit circuit terecht. Leuk. Waar het gaat bruisen als het weer mag. Mm-hmm. Dus ik dacht, van nou laat ik mij melden en zeggen van nou, we hebben een reggae festival, het oudste reggae festival van Nederland. Dus we kunnen misschien daar een deel van ook hier laten horen. Hoe heet dat reggae-festival? Rastaplas. Ah. Het is aan een strandje, ergens midden in het land. Oh. Maar een strand en een hele prettige groene sfeer. Ja, leuk. Nou, het thema van het festival is samen verder. Hoe heb jij het gevoel dat je samen verder wil in de Indische buurt? Zijn er andere initiatieven waar je het idee hebt? Nou, we hebben natuurlijk een kunstenaarsgroep die ja. het ook georganiseerd heeft. Ja. En regelmatig doen wij dingen samen. Ja. Dus, ja. Om dat samen verder op ja. te pikken. Je staat ook vaak sterker als collectief. Hè? Heb jij ja. dat gevoel ook als DJ? Nou, de reggae is eigenlijk heel veel ruimte voor jong talent. Omdat je als nieuwe reggae-muzikant vrij snel kunt optreden. Dat is in alle jongeren zijn nu rapper, mm-hmm. zo'n beetje. En dat is natuurlijk knokken, want er is maar weinig plek. Terwijl als je in de reggae een beetje je best doet, dan kun je al heel snel op het podium staan. Dus we nodigen in feite ook bij Rastaplas mensen uit van kom nou, want bij ons kun je alvast optreden. Er is heel veel ruimte. Nederlandse artiesten doen het heel goed in Duitsland en Frankrijk. Ja. En je kunt het heel goed combineren met rap. Volgens mij is rap in Jamaica bedacht, maar dat vinden ja. wij dat ja. zo is. Ja. Dus dat Damian Marley die combineert die twee stromingen.
Dus er is ruimte voor nieuwe artiesten om daar iets goeds mee te doen. En zoals Doe Maar heeft het ook gedaan. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Hè? Dan is het ineens een ondergeschoven kindje. En dan waarom kunnen we dat niet terugbrengen en weer jongeren daarvoor enthousiasmeren? Nou, we gaan zo ook weer naar een nummer luisteren van de Boogie Dogs. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Nou, even een daverend applaus voor weer een heel mooi nummer van de Boogie Dogs. Hey, Ronnie, all we wanna hear, it's not about the money, you're like a usual little bit. Nou, welkom terug en hier hebben we Sophie live naast mij. Nou, heb ik begrepen dat je dus je eigen buurtkringloopwinkel gaat beginnen. Waar gaan we die winkel vinden, is mijn vraag. Ja, dat gaat hier gebeuren in de Indische buurt. Mm-hmm. Ik ben nog druk op zoek naar een ruimte, naar een vaste locatie. Ja. Maar dat moet en zal hier gaan gebeuren in de Indische buurt. Ja. Dus als mensen tips hebben hiervoor, ik sta er echt voor open. Ja. En totdat ik een vaste ruimte heb, dan wil ik heel graag een pop-up concept gaan doen. Mm-hmm. Dat te beginnen op 4 september. En het idee is dan eens in de maand of eens in de 6 weken op een andere plek in de buurt staan. Om daar de buurtbewoners te verbinden door middel van tweedehands producten en kleding. Ja, en hoe kunnen we dan tijdens het pop-up gedeelte weten waar jij staat? Dat kan je zien door me te volgen bijvoorbeeld op Facebook of Instagram of een website die nog in de maak is. Mm-hmm. Dus ik ga ervoor zorgen dat op die manier dat het gewoon heel duidelijk is waar ik sta en wat er ook allemaal te vinden is natuurlijk. Ja. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben, voel je jezelf dan meer ondernemer of ben je dan toch ook een buurtinitiatief? Wat is het verschil erin eigenlijk? Ja, hele goede vraag. Eigenlijk precies daar middenin.
Dus je bent natuurlijk wel een ondernemer als in zo'n kringloopwinkel, dat is gewoon een bedrijf. Maar een buurtinitiatief gaat het ook zijn. Want het, behalve dat het een plek is waar je tweedehands producten kunt kopen, gaat het ook een plek zijn waar je buurtbewoners kunt ontmoeten. Dus in die zin, ja, het zit er eigenlijk precies tussenin. Beetje van beide. Ja. En in welk opzicht heb je het idee dat de bewoners elkaar gaan ontmoeten? Ga je daar nog specifieke dingen naast doen, behalve de verkoop? Ja, zeker. Ik denk, als je zomaar een kringloopwinkel inwandelt, dan ontmoet je wel mensen, maar je wil natuurlijk die ontmoeting een klein zetje in de rug geven. Dus dat wil ik gaan doen door middel van buurtdineetjes, bring your own food. En dan gaat er een bel gaat af, je tilt je bord erop en je mes in je vork en je gaat 3 plekken naar links of naar rechts. En dan ga je weer met andere mensen in gesprek. Of bijvoorbeeld upcycle activiteiten. Dat ga ik dan ook doen op 4 september. Eigenlijk is het zo dat als je rondloopt door de wijk bij het vuilnis, dat is ook wat ik in het filmpje volgens mij zeg. Dan kom je producten tegen of dingetjes tegen en die kunnen echt nog wel een tweede leven gebruiken. En dat is een heel mooi beginpunt om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Van gooi jij misschien wel eens een keer iets weg wat echt nog wel een tweede leven kan gebruiken. Of met een beetje creativiteit. Kan je er heel veel levens aan geven. En dat gaat eigenlijk het uitgangspunt zijn om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Maar we hebben nog een hele leuke gast. Helemaal gaaf. Suleiman, jij bent van stichting Binks. Binks, buurtinitiatief Goede Service. Ja. Een buurtinitiatief, ja. Ik ben eigenlijk de woordvoerder van de stichting. En we zijn bekend, 5 jaar nu... ook bezig met alle activiteiten, sportactiviteiten in de buurt en alle dingen die behoort bij de kinderen. Die doen we, beginnen we met spel en sport, en, zwemmen, paardrijden, pillenbogen, jongerenconferentie. Wij proberen eigenlijk in onze buurt jongeren van connectie met andere jongeren van andere buren, En die lukt het wel goed. Dus we hebben goed contact met, West, Noord. Dat is leuk. Het is eigenlijk een goede... Die stadsdelen onderling verbinden, dat is iets waar ik zelf ook heel erg naar op zoek ben. Want dat is zo belangrijk om dat te doen. Dat het niet alleen de Indische buurt blijft, of alleen Oost, of wij zijn van West. Gelukkig door eigenlijk onze stadsdeel Oost, die heb eigenlijk een paar mensen die wil graag ons, activiteiten eigenlijk verbreiden. Ja. Die wil eigenlijk samenwerken met andere staddelen ook. Ja, heel goed. Ja, dat is echt belangrijk, hè? Want we zijn uiteindelijk één stad. We moeten het samen doen binnen onze eigen stadsdeel. Maar het is eigenlijk samen de doel, samenwerking. Ja. Samen verder eigenlijk. Ja. Ook met de stadsdelen onder elkaar. Klopt. Want dat is eigenlijk heel bijzonder aan jou, hè? Dat wil ik wel even delen. Jij zorgt ervoor dat de mensen die bij jou komen werken ook een diploma krijgen. Ja. En dat mensen daarna ook zelf verder kunnen. Dus je bent niet alleen een stichting die de mensen stiekem bij zich houdt. Nee. Jij zorgt ervoor dat mensen verder kunnen als ze denken, oh, dit vind ik zo leuk. Zo en jij geeft mensen daar echt een kans mee. Klopt. Ik heb eigenlijk 1,5 jaar geleden 2 jaar stagiair. Nu zijn eigenlijk klaar met zijn diploma. Zijn eigenlijk medewerker bij de Stichting Beeks ook. Ja. En vanaf de helft van de gemeente ben ik nu bezig met ook een zwemschool die heet Puur Zwemmen. Ja. Wij vormen eigenlijk ook jongeren voor, of iets mix, dames en heren, voor een tot zweminstructeur of zweminstructrice te worden. En wij garanderen dat na de stage krijg je meteen werk met ons, met de stichting. Heb jij iets waar je naar uitkijkt, behalve je eigen activiteit natuurlijk? Ik graag bij Rachid en Jeff ook. Ja. Toch de muziek, hè? Dat trekt veel mensen aan en het verbindt ook, hè? Ja. Nou, we gaan zo ook weer naar een nummer luisteren van de Boogie Dogs. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Dit is het eerste nummer wat ik schreef een heel lang geleden. Dat gaat over mijn held, muzikaal gesproken, Jerry Lee Lewis. Born in 66,
his kids. My ma had some Beatles, but not a rock and roll. Just pop singles and the hour of a soul. Daddy played opera, baby, can't you see? I couldn't know what I wanted to be. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee, yeah. In 1984, I had my first live band. A whole lot of rocking in the barn in the land. I was playing only 49 keys, 39 missing for the birds and the bees. 10 years later, got a choice to see. This is really wanna be na na na. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Yeah. Thank God Jerry style is here to stay, rocking all my blues away. Things get low, baby, can't you see? I gotta have some of that energy. Just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. Yeah, just like Jerry Lee. Just like Jerry Lee. One more time. Just like Jerry Lee. Rocking. Just like Jerry Lee. And rolling. Just like Jerry Lee. FG. Just like Jerry Lee. Welkom back, de Boogie Dogs. Ze zetten hier de hele zaal op stelten. Welkom terug. We hebben weer twee geweldige nieuwe buurtinitiatieven die hebben plaatsgenomen. Allereerst begin ik met een buurtinitiatief waar we een hele parkeerplaats voor hebben gereserveerd, omdat daar een caravan komt te staan. Barbara, ja. Vertel eens even, waarom? Wat gaan we in die caravan doen? De Caravan Crew is, dat zijn jongeren die voor andere jongeren kunstprojecten opzetten rondom levensthema's. En dat doen we vanuit de caravan, nu dat het weer kan. Maar omdat het niet kon, tijdens de COVID hebben we ook een online wereld gecreëerd. Maar nu is de caravan iets wat echt gaat reizen. En dan doen we projecten als we gaan reizen met andere jongeren. En dat is echt een peer-to-peer, dat doen ze echt zelf. Dus wij coachen ze met het opzetten van projecten. En zij bedenken waar het over gaat. En dan gaan ze met andere jongeren de kunstprojecten doen. Om echt op om creativiteit en kunst in te zetten. Om echt vanuit je hart ook te spreken. En te weten waar hoe je over dingen denkt. Mooi. En, ja. Echt. Ja. Ja. En we gaan ook samenwerken. We konden steunen, 100%. Ja. Oh, wauw. Dat hebben jullie net beslecht ja, ook. Absoluut. Dat ja. is helemaal vers van de pers. Wauw, zo snel gaat dat hier bij IWTV. Maar jij hebt een voorbeeld meegenomen. Ja, dit is zeg maar een van de workshops die we hebben gedaan met jongeren. Het gaat over seksualiteit als onderwerp van identiteit. En dit is, maak er een potje van. Dat nemen ze dan mee. Ja. Dan kunnen ze ook op het moment dat ze even niet lekker in hun vel zitten, dan hebben ze gewoon iets waar ze aan kunnen denken. Het moment dat ze ook gewoon even lekker vrij waren. Dus als voorbeeld van hoe je creativiteit in kan zetten voor best wel serieuze dingen. Ja. Maar we gaan nu lekker met de caravan hele geheime dingen doen in de caravan zelf. Oh, spannend. Onder andere deze workshop. Yes. Nou, we hebben tijdens het Indische Buurtfestival hebben we ook Hussein met Street Smart. Street Smart bestaat al heel lang in de Indische buurt, of niet? Ja, zeker. Hoeveel locaties heb je al gehad? Zeker 6 locaties, anti-kraak locaties in Amsterdam-Oost gezien. Dus iedereen in Oost moet ons zeker gezien hebben. Ja. En we zitten nu eigenlijk op onze eigen plek, bij de Molukstraat 4.
En iedereen mag komen kijken hoe mooi onze locatie ook is. Echt een jongerenplek die we hebben gecreëerd. Ja, dan, want daar zit je nu vast. Hè? Eindelijk heb je je eigen... We hebben nu eindelijk een echte... We zijn geen nomaden meer, we zijn geen caravan meer. Die dingen geen parkeerplaatsen meer. Geen parkeerplaatsen meer, maar we hebben echt een vaste standplaats. Ja, zo begin je. Je begint met een parkeerplaats. Je begint met de parkeerplaats. En 12 jaar later... Krijg je een echte... Zo gaat het in Als je in onze caravan komt, dan ga je weer terug naar de nomadische bestaan. Goed, is ja, goed, ja is zeker. Goed. Maar soms heb je ook een hele leuke vaste plekje nodig. Klopt. Die altijd, die jongeren ook altijd makkelijk terug kunnen vinden. Ja, en dat is voor jou belangrijk. Absoluut, hè? Absoluut. Want jij pikt ze gewoon van straat op. We pikken ze van straat op, maar ik heb ook collega Zekeri, die gaat allerlei organisaties allemaal af. Hij vertelt ons verhaal, hij predikt eigenlijk als waar ons verhaal. En dan, voor je het weet, komt hij met een boel jongeren gewoon op locatie. En dan doen we eigenlijk precies hetzelfde beetje wat Barbara doet. Vanuit kunst en cultuur iets moois maken, vanuit je eigenheid iets inbrengen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Gewoon vanuit niks iets creëren met jongeren. Amen. En je ziet ze ook veranderen dan, hè? Absoluut, absoluut. Ja. We hebben met jongeren vanuit niks schilderen. Jongeren die nooit geen affiniteit hebben met schilderen. Ze hebben zitten schilderen één middagje. We hebben ook een expositie voor opgezet. Mensen kwamen. Mensen wilden die schilderijen maar kopen. Ja. Nou, dat was de moment dat jongeren zeiden van... Hey, ik kan een schilderij gewoon verkopen. Ik kan geld mee verdienen. Ja. En dat is echt het mooiste wat je kan meemaken. En dan ook hun gevoelens erin gooien. Ja. Wat betekent Amsterdam voor jou? Of echt waar... Ik geloof echt heilige kunst en cultuur. Dus een uitnodiging voor jullie thuis. Hè? Hij nodigt jullie uit om op de Molukkenstraat nummer 4 te komen. En altijd. Eens te kijken wat Street Smart doet. Absoluut, absoluut. Zo lang als met zoveel passie bezig. Ja, ja. Wat denk jij dat, laten we zeggen, negatief. Wat is een fout die de Indische buurt heeft gemaakt bijvoorbeeld? Hadden ze jou niet al eerder een plekje kunnen geven? Of? Ja, kijk. De grote fout is dat je... Ja, ik ken Indische buurt al heel lang. Ze hebben echt niet geïnvesteerd in de jeugd. Ze investeren in eigenlijk repressie, maar niet in preventie. Mm. Dat vind ik zo'n zonde, want ik zit ook in een jeugdzorgorganisatie waar we jongeren toch weer terechtkomen als het fout loopt. Mm. En ik weet hoeveel dat kost. Terwijl een centrumpje of een caravan of wat dan ook een paar duizend euro kost... Maar één jongere in een speciale opvanghuis, ja, die kost ons toch bijna een ton. Ja, dat vind ik jammer. En dat steekt toch een klein beetje aan. Dan denk ik, ja, waarom gelooft niemand in preventie? Wij noemen het van repressie naar expressie. Die gaan we er even in gooien. Ja. En echt, gemeente Amsterdam moet gewoon echt investeren in plekken voor jeugd. We lobbyen echt nog steeds van, hey, er zijn plekken hier in de wijk, of buiten de wijk een klein beetje, waar we jongerencentra's kunnen opbouwen, jongeren werkplaatsen waar ze gewoon met brommers sleutelen kunnen sleutelen. Juist, dingen die hun ook echt interesseren. Absoluut, want je leert jongeren eigenlijk een vak, net als dit ook. Hier hadden jongeren ook makkelijk iets mee kunnen doen. Charel vindt filmen leuk, dat weet René heel goed. Gaan we ook doen, hè? Ja, nee, ik weet het. Ik weet dat jullie het altijd sowieso doen. Maar in de wijk als Amsterdam of Oost, ja, er is zoveel mogelijk. Ik geloof er heilig in. Ik heb nog een droom, mensen. Ik wil een speciale plek bij Holland Sportboot. Echt waar, er staat een hele mooie garage leeg binnenkort. Ja, daar kunnen we ontzettend veel dingen doen voor de jeugd. Dat geloof ik heilig in. Sleutel aan brommers. Ja, sleutel aan brommers, maar sleutel aan boten, sleutel aan auto's, sleutel aan alles. Ja. En een beetje vintage spullen verkopen voor Sophie. Leuk hoor. Nou, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid natuurlijk. Wij gaan eens even kijken, want we hebben hier nou de hele avond naar de Boogie Dogs geluisterd, toch? En dat was echt hele lekkere muziek. Maar dan wil ik natuurlijk ook een klein beetje... Ik laat jullie even hier zitten, hoor. Ik laat jullie gewoon even alleen. Want ik wil weten, Daniel, Boogie Dogs, rock and roll. Ja, upcycle, old school rock and roll. Ja, lekker. Maar jullie zijn er helemaal upcycle. Klaar voor, want jullie willen meer spelen, toch? Ja. Zeker, we bestaan dit jaar 10 jaar en we liggen al anderhalf jaar stil. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje gekomen door corona, neem ik aan. Nou, een heel klein beetje wel, ja. Eigenlijk helemaal, want jullie gingen als een trein voor corona. Ja, het ging echt lekker en we hebben een cd'tje opgenomen in Amsterdam, de Amsterdam Sessions. Oh, even kijken hoor, heb je die daar staan? Ja, zeker.
En we willen nog een cd'tje opnemen. Maar ja, goed, we willen ook heel graag optreden. En, ja. Het leek weer te beginnen, maar het werd weer net zo snel allemaal gecanceld. Ja. Dus we zoeken eigenlijk organisatoren die wat durven, zeg maar. Ja. Dus zit jij nou in de evenementenbranche? Of denk je, hey, ik heb straks een vrij gezellig feestje met een paar vriendinnen en we gaan gewoon een rock'n'roll workshop houden of een leuke trouwerij. Dan kun je gewoon contact opnemen met IBTV. Absoluut. En zij zorgen ervoor dat het dan bij de Boogie Dogs terechtkomt. We gaan zo nog even naar een beetje muziek van jullie luisteren. Maar dit was alweer het einde van nummer 2 van deze prachtige festivalreeks. Baby Chara voor de Indische Buurtfestival. Tot die tijd, hartstikke bedankt voor het kijken. En hier nog even een daverend applaus voor de Boogie Dogs. Jerry Lee Lewis, rock and roll. Ready, Kees? The shaking going on. Ooh. Come on over, baby, baby, now you can't go wrong. Honey, I ain't fake. I like to shake it all night long. Yeah, come on over, baby, you got a shaking in the barn. Yeah, come on over, baby, I really got the bull by the horn. I never did fake it. I like to shake it all night long. Well, shake it, baby, shake it. 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 Come on over. A whole lot of shaking going on. Let me go one time. For my baby, I'd like to introduce you to the band. Doen het even in het Nederlands. In Amsterdam misschien. En op de drums van Skaren, Casey. Op de gitaar, uit Haarlem, Vicky van Pichelen. En ik had het net al over de Legend en Ronnie Benny. You and Idor op de bas. Mag jij, jij mag dan over mij wat zeggen eigenlijk, zo hoort dat. Oh ja, dat is verrassend, hè. En dan, dames en heren, een groot applaus voor de leader of the band, Daniel Patlin. Shake it, baby, shake it. Come on. Shake it, baby, shake it. Well, come on. 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 You gotta shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Woo! Shake it, baby, shake it. Come on over. There's a whole lot of shaking going on. Ooh.